Scoopshot is een Fins bedrijf, van oorsprong Fins, met inmiddels uitbreidingen in de rest van de wereld. Wat een platform heeft gebouwd waarmee mensen vanaf hun smartphones video's en foto's van ooggetuigengebeurtenissen naar de media kunnen sturen. Dus dat is echt burgerjournalisme. Het werkt ook de andere kant op, dat de media mensen kunnen benaderen op hun telefoon op basis van hun locatie met opdrachten die ze op dat moment hebben. Ik zal vertellen, er komen vandaag de dag komen heel veel foto's uit Kiev binnen. En die komen dus eerder binnen dan de wired services ze hebben. En dat is puur omdat daar mensen lopen met telefoons. Of met telefoons, met een fototoestel in hun zak. En in deze tijd van het nieuws is een goede foto binnen 5 minuten is meer waard dan de perfecte foto 3 uur later. In Nederland een dikke 40.000. En wereldwijd zijn het er, ik schat zo'n 450.000. En dat groeit ja, met tussen de 1000 en 50.000 per dag. Afhankelijk van waar media zeg maar beginnen met het toepassen van Scoopshot. Want dan krijg je meteen nieuwe fotografen erbij zodra je in de krant schrijft van we zoeken jou als fotograaf. We zien een hele nieuwe groep lezers zien we naar de kranten komen die dit gebruiken. En we zien ook het verkeer op websites met all-time high en met 20-30% toenemen daar waar je zeg maar lezersfoto's en crowdsourcing toepast. Dat is echt wel iets van deze tijd. En het is ook iets wat we de fotografen elke keer vragen van doe je nou mee voor het geld of wat is nou je beweegreden? En de allerbelangrijkste beweegreden voor al die fotografen is participatie en interactie. Dat willen ze allemaal en dat is echt iets van ja, van de nieuwe media en echt iets met je lezers aangaan is iets wat echt wel nodig is. Wat ook kan met dit medium. Maar je moet er wel de goede workflow en processen voor in plaats hebben. Dat is niet iets wat je aan een stagiair moet geven die vervolgens na 2 weken ermee ophoudt. Want je zet wel het raam open naar je lezers. Een van de 10 dingen als mediabedrijf in deze tijd om die transformatie door te maken is user-generated content. Dat is echt wel een van de 10 dingen waar je niet meer zonder kunt. En je moet het goed doen. Het is net als je Facebookpagina en website. Je kunt het niet doen en dan laten zoals het is. Het vereist continu leren en aanpassen. Maar het is wel heel, heel bevredigend om te doen. En het andere waar we zeg maar ook middenin zitten, het is bijna een soort perfect storm, is natuurlijk de ontzettende honger naar beeldmateriaal. Want al die apps, al die websites, die moeten om het kwartier worden ververst met beeldmateriaal. Dat gaat meestal ten koste van tekst, dus niet altijd een helemaal goed verhaal. Maar zonder foto's blijven de kliks helemaal verder achter. Dus er zijn heel veel foto's nodig die je op deze manier heel makkelijk kunt opvragen aan je lezers en kunt verkrijgen. De media die gericht zijn op een wat jonger publiek en die zeg maar digitaal of online heel sterk zijn, daar is het geen probleem. De traditionele media die nog heel veel in print doen, en daar zit natuurlijk nog steeds wel het geld, alleen dat loopt terug. Daar is het wat lastiger om het aan de man te brengen. Er is nog wel eens weerstand van fotografen, professionele fotografen. Niet allemaal, maar sommigen wel. Er is ook nog wel eens weerstand bij redacties. En ik heb echt quotes van de redactie zeggen van we hebben eigenlijk niks met lezersfoto's en we hebben eigenlijk ook niks met lezers. Dat is echt een letterlijke quote uit Nederland. Van wij bepalen wel wat het nieuws is. Dus in die omgevingen is het wat lastiger om met lezers engagement aan de slag te gaan. Maar over het algemeen, als ze eraan beginnen, dan zien ze het potentieel aan wat er binnenkomt. En ook de reacties van lezers, dus dan gaat het wel goed. Maar het is wel zo dat het voor de meer visueel ingestelde media veel meer een tool is dan voor bijvoorbeeld een krant als het Financieel Dagblad of Wall Street Journal. Dat is een andere tak van sport toch wel.